Stichtstraat. The third place is for the Pure Bicycle Rider, the number 175 plate, and that is Jens van Luitelaar uit Nederland. Wow, check out the 381 moving on through. He's looking fast. The Dom Blachon from France, and the Caribbean Euro Rider is going to be Matthias Nerland from Norway, who's in the second place. Look at the Japanese rider, the 74 moving on from Asuma Nakai. Asuma Nakai from Japan is in the third place, ladies and gentlemen. Come out of the corner. He wants to qualify through to the 116 final, and he's going to make it, I think, to 1560 points. Where's the sun? You said he was going to stay out all afternoon. Hey, door! Ze hebben toch niet gelijk kort, hè? Nee, ze hebben 16e volgens mij. 16e, 8e en dan kwart. Hey. Dat is veel repen voor mij bij. Nee. Voor jou natuurlijk. Ik ga ze koppen beter. Wat? Moet ik ze voor jou de kop bijten? En dan? Dat ging goed. Ja. Ze hebben die moeten door geappt. Twee keer derde. Door. Ik denk dat ik binnen had gezeten dat ik die tweede ook nog wel had gehad. Onze Thomas Parocca van Frans. De tegenwoordig naar het rij van Gio Tomo Kakilia. Kakilia van Mitrino. Laat ik maar twee mannetjes zeggen. Wat? Laat ik maar twee mannetjes zeggen. Nee, twee mannetjes. Simon Jensen naar het tegenwoordig van Zekomis Wada. En iets nieuw. Is hij nou druk in die tent? Nee. We zullen maar kijken naar de baan. Ben je koud zo aan de haren? The guy from 16 years old still is 6'1", is Heil, Stefan Heil, the first place there. And who's there on third? This is a man from the Netherlands. On the fourth, the third place is for France. And sure. The fourth is for Denmark. Wow, check out this guy from Switzerland. What? Heb je nog een jasje bij? Mooi jas? Ja. Nee, ik heb verder niks bij. Marijn is ook door. Hoeveel was hij? 4M. Volgens mij 4 er steeds, maar dat weet ik niet zeker. De 5e play. En dat is Kevin van Groenendaal. Van Groenendaal, die rijdt voor 10 Nederland. En op de eerste plaats, dan krijg je daar de tweede plaats. Dan is er 15. En dat is dan van Zwitserland. En net de race 202 moest Boy zitten, maar ik kon niet ontdekken wie het nou was. Heb je die wel gezien? Maar heb Boy zien rijden? Niet in rijden. De wind hier is best wel koud. Ja. Ik kan er beter even bij de tent waar je warm genomen hebt. Nee? Of in ieder geval je jas kunnen halen. Nee? Ik zou sowieso je jas kunnen halen als ik hier wat blijven zitten. Ja, maar... Wat? Ik heb toch niet zo'n druk gedaan. Ja, maar je moet wel warm blijven, dus je kan beter lopen. Nee? Dan blijft het warm. En een jas halen.
from Latvia, all the way down from Belgium, the Burgraven. All the third players, 259, that's here, Marco Jekyll from Germany. But here from Latvia, on the first place is Mikkus Strastis, that is on the lead. And now on the second place is the man from Belgium still, is the Burgraven, the Burgraven. And on the third place, wordt the man from Duitsland, Marco Jekyll. Okay, what about the start of the Latvia rider? He's on number 41, it's Vladimir Baltics. He is racing on the number one position here in the second qualification line. The boys category 15-16, 2-6-1 on two. It's Joachim Hegger from Germany. Germany in second position, Latvia number one. On the third position, and looking forward to the third position on the last straightaway in the 58th of the last Belgique. Yeah, he got a little ball by Belgium. Mark Nick Jansen, hij heeft aan de leiding voor de bal van de Supercross hier. We hebben de tweede plaats, maar hier Mark Jansen rijdt voor BMX Shop. Op 1, op 2 is dan die 3-6-9. Die 6-9 is voor Frans.